Barbra Streisand. Barbra Streisand. What's amazing? Hallo iedereen, ik ben het Karel, de vaste huisreporter van Waas van Beveren. Samen met mij kunnen jullie op avontuur om de ploeg, de spelers, het stadion en de supporter te ontdekken. Volgen jullie mee? WB, it's amazing. Barbra Streisand. Hallo iedereen. Vandaag trekken we samen met de supporters naar Boussoudour Borinage. Waar we hopelijk getuige kunnen zijn van een legendarische wedstrijd in de geschiedenis van Waasland-Beveren. Samen met de supporters op de supportersbus. It's going to be sensationally amazing. Goedemiddag dames en heren, we staan hier bij Gino, supporter van WB. Gino, wat verwacht u van de wedstrijd deze middag? Hele prachtige wedstrijd, het was 0-3 en de eerste moet zullen we onmiddellijk scoren. Ik ben er zeker af, want ik heb mij morgen reeds verlof genomen. Gino heeft morgen reeds verlof genomen, dus Gino, ik kan ervan uitgaan dat van de middag een ongelooflijk feest wordt, nietwaar? Ongelooflijk prachtig, geweldig. We kijken er naar uit. Kick starts again. Oké, dames en heren, we zitten hier in de supporterbus en we hebben enkele vragen voor de hoofdsupporter hier, Dries. Ja. Dries, kijkt u uit naar deze wedstrijd? Uiteraard, ja. Als we winnen, dan zijn we periodekampioen, hè. En dan is feestje. Hè. Goedendag Bob. Goedemiddag. Alles goed? Heel goed. Heb je zin in vandaag? Altijd. Altijd zin in. Ik ben serieus wat stress. Je bent serieus wat stress. En waarom heb je stress, Bob? Word ik die nou? Ja. Ja, dat weet ik niet. En waarom heb je stress? Waarom? Omdat we nog niet gewonnen zijn vandaag. En we moeten winnen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Lalalala. Karel is van ons. Karel is van ons. Karel is van ons. Olé, olé. Goedemiddag dames en heren, we staan hier bij voetbalkenner Yves Braam. Yves, wat vind je van de wedstrijd tot nu toe? Ik vind het niet zo goed eigenlijk, maar we stonden voor en dat is het belangrijkste in deze fase van deze competitie. Periodetitel telt en wat dan nog goed is of slecht, ze hebben al goede matchen gespeeld. Vandaag telt alleen maar winnen. Jongens, wat vinden jullie van de wedstrijd tot nu toe? Het is nu rust, het is heel spannend. Hoe hebben jullie deze eerste helft al beleefd?
Het spel was iets minder, maar ze staan toch 0-1 voor. Dus we kunnen eigenlijk tevreden zijn. Vandaag mogen ze echt op een diefje komen winnen. Dus we zitten op schema, hè, Karel? Zijn we er klaar voor? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hop, en hop, en hop, en hop, 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 en hop, en hop, en hop, 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 en hop. Wolf, lamp, beveren, hey! Dames en heren, het is hier een thriller van je welste. De stand was zo net nog 0-2 voor Beveren, Waasland Beveren. Maar nu op het moment is het 1-2 geworden. En dan, ik raak de grasmat nog maar aan en het wordt 1-3, dames en heren. 1-3. Dirk, eerst en vooral proficiat met deze fantastische wedstrijd. Welk gevoel hebt u daarbij nu? Ja, goed gevoel, hè. We zijn er hier gekomen met de bedoeling van die periode af te sluiten waar we zeer goed gespeeld hebben. En we wisten dat er werd veel verwacht. Het was ook druk, maar we moesten hier toch komen winnen tegen een stugge tegenstander. Maar we hebben dat er goed van afgebracht. Christophe, eerst en vooral proficiat met een fantastische wedstrijd. Hoe voelt het? Ja, onbeschrijfelijk, echt waar. Als je ziet, vorig jaar, het contrast is ongelooflijk groot. Als je ziet nu na 10 wedstrijden dat wij periodekampioen zijn, ja, dat is een droom, dat is gewoon een droom. Hoe voelt het om duidelijk zo'n hoop supporters achter u te hebben staan? Dan moet toch een onbeschrijfelijk gevoel hebben, of niet? Ja, onbeschrijfelijk, ik zeg het. Heel die wedstrijd, als je ziet hoeveel mensen hier weer zijn. De meeste van die mensen hebben vorig jaar ook het miseriejaar meegemaakt. En die zijn hier talrijk aanwezig. Ja, ik bedoel, dan speel je met 12. Dus dat is echt onbeschrijfelijk. Dames en heren, we staan hier nu op het grote feest. Het was een ongelofelijke dag vandaag. We hebben een raket van een wedstrijd gezien. Gewoon amazing. Waarbij uiteindelijk Waasland Beveren periodekampioen geworden is. Dit gaat hier nog een ongelofelijk feest worden. Ik sta hier nu samen met Prosper den Beer. En wij gaan er nog één op klinken. Op een feest dat waarschijnlijk tot in de late uurtjes zal duren. Santé! Santé! It's amazing. Periodetitel of niet, deze week was het weer bittere ernst op het trainingsveld van Waasland Beveren. Dit weekend staat de 11e speeldag in de XK League op het programma. WB neemt het in het eigen Frekelstadion op tegen Brussels.
wij gaan proberen zoals altijd te spelen met ons vier man vooraan. En in ieder geval, we kunnen bevrijd voetballen. En als er een goede ambiance is rond het veld en met vertrouwen dat er nu is, alleen mogen wij de fout niet maken om met dat kleine succesje dat we nu gehaald hebben, die periodetitel, denken van ja, het seizoen is, het is gepasseerd, we zijn er, we hebben meer gehaald dan onze doelstellingen voor het seizoen. Want dat worden dan nog moeilijke maanden. Ik denk dat je gewoon moet proberen op die flow mee te gaan en zo lang mogelijk die prestaties neer te zetten. Brussels kocht dit seizoen fors in om mee te strijden voor de titel in Tweede Nationale. Maar veel brachten de jongens van coach Chris van Puyvelde er nog niet van terecht. De Brusselaars begonnen aarzelend aan dit seizoen, maar pakten de laatste weken 7 op 9. Het grootste wapen van Brussels is Dalibor Veselinovic. Hij is momenteel topschutter met 10 rozen. Hij is nu al onmisbaar als je weet dat Brussels nog maar 14 goals scoorde dit seizoen. Voorzitter Vermeers kan in ieder geval niet tevreden zijn met de 13e plaats van Brussels. Waasland-Beveren heeft 23 punten en prijkt helemaal bovenaan de klassering. Achtereenvolgens Oostende, Dender en Bergen volgen op respectievelijk 2 en 3 punten. Wie zaterdag extra gemotiveerd zal zijn, is pocketspits Christophe Snelders. Hij speelde van 2004 tot 2006 bij Brussels. Voor mij is het een speciale wedstrijd. Ik heb 2 jaar bij Brussels gespeeld. En in Brussels is er altijd iets te beleven. Hè. Ik heb daar in die 2 jaar een paar leuke momenten gehad, een paar mindere momenten gehad. Met de voorzitter Vermeers is er altijd wat met beweging. Als het niet goed gaat, dan hoor je hem heel hard brullen. Als het goed gaat, hoor je hem iets minder. Maar hij hangt altijd rond die groep en hij heeft altijd wel iets te vertellen. Hopelijk heeft Waasland-Beveren zaterdag het laatste woord en kunnen de Waaslanders de 3 punten op de vreetiel houden. De geschiedenis heeft de thuisploeg alvast niet mee. Er wacht ons zaterdag trouwens een nieuwe uitdaging, want de geschiedenis leert ons dat de periodekampioen de week daarna meestal verliest. Dus het is een uitdaging voor die wet te breken. En wij spelen zaterdag tegen een moeilijke tegenstander, maar ik denk dat wij van niemand schrik moeten hebben, zeker niet hier op de vreetiel. Waasland-Beveren, Brussels, zaterdag om 20 uur op de Vreetiel.